Heb ik van de zomer een nieuwe Mercedes gekocht. Rij ik over de snelweg, 180, even lekker dat ding uitproberen. En zie ik ineens twee blauwe zwaailichten achter me. Dus ik denk, kut, de politie. Dus ik gas op start, kijk hoe hard ik kan, 200, 210, 230. Maar ja, die politie zat nog steeds achter me. En ik denk op een gegeven moment, Joost, waar ben je nou mee bezig? Dus ik ga toch maar aan de kant en de politie komt eraan lopen. Als het goed is. Hij zegt, ik heb een lange dag gehad, veel papierwerk, ik heb echt de laatste die ik aan de kant zet. Als jij een smoes hebt die ik nog nooit heb gehoord, dan laat ik hem gaan en kom er vanaf met een waarschuwing. Dus ik kijk hem zo aan, ik zeg, nou dat is goed. Ik zeg, mijn vrouw is vanwege vandoor gaan met de politieagent en ik dacht dat je het terug wil brengen. Waarom Ruud zegt, een prettige avond nog. Rijd daarna terug naar Huis de Peersbroek in. Ook in één keer allemaal ingehaald door wielrenners. Die dachten dat daar de finish was. Maar het was nul dat hij zijn spandoek aan het ophangen was. Zitten de wielrenners in de zaal? Nee? Ja? Is er echt geen wielrenners in de zaal? Ik vind dat stelt je klootzak, jongen, wielrenners. Ja, niet te geloven. Alleen vallen ze nog wel mee, maar als ze met een groep zijn, hè? Het is niet als, omdat ze met een groep zijn en met zoveel zijn dat er geen verkeersregels meer gelden. En ten tweede, koop een bel. Echt waar, koop een bel. Ik heb een keer als wielrenner gevraagd, ik zeg, waarom wil ik aan geen bel op een fiets? Hij zegt, ja, dat is voor het gewicht en de aerodynamica van de fiets. Dan moet je je voorstellen, die vindt dat zo'n pens, hè? Ja, ze denken allemaal dat ze eruit zien als stomboon op zo'n fiets. Maar ik vind dat eerder dat ze eruit zien als een zakbonen. Maar pas op, ik snap best waarom ze willen gaan wielrennen. Wielrennen is namelijk ideaal om vreemd te gaan. Niet? Ja, ik zal het je uitleggen. Kijk, je hoeft niet te zeggen waar je naartoe gaat. Je kan makkelijk 4 of 5 weg blijven. Je kan overal gezien worden, want ja, je bent toch aan het fietsen. En als je thuis komt, vind je vrouw het helemaal niet vreemd als je meteen gaat douchen. Daarbij komt, je hoeft niet te liegen. Hoe was gaat? Wel, ik ben diep moeten gaan. Ik heb het gat wel dicht gereden. Wat was het laatste peksuur? Bij Karel. En ik vroeg aan hem of hij slecht zat voor de poes van mijn vrouw. Zegt hij, wat dacht je van een tongetje? Dacht ik alles gehad te hebben. En nadat ik het visje had gehaald met Karel. Dus loop ik terug naar mijn auto. Staat Brutus een bol uit te schrijven. Want ik stond op invalide plek. Dus ik ren naar hem toe. Ik zeg, ik ben wel invalide. Dus hij vraagt me, ja, waar heb je dan? Ik zeg, ik heb wat te red, klote agent. Ja, onze oma die had wel een Gilles de La Tourette. En dat was leuk, want ze was wat dyslexisch bij. Dus die liep heel de dag tegen ons opa, zak, kloot, lap, smeer. En riep ons opa terug, ik zie niks meer, ik zie niks meer. Ja, je moet misschien uitleggen, ons opa was blind en dement, dus ik had elke keer dat hij blind was. Ja, ik wou mijn tijd ook nuttig besteden, ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. Ja, wat moet je dan gaan doen, hè? Zwerven, eten geven. Ik krijg toch weer honger, hè Stefan? Blinden voorlezen, boeken staan tegenwoordig op cd. Ouderen gezelschap houden, die zijn als goudvissen. Je hecht je eraan en dan gaan ze dood. Maar ik heb iets gedaan waardoor ik geen vrijwilligerswerk meer mag doen. Ik heb nog een tijdje in een weeshuis gewerkt. En ik had als uitdaging een ouderavond georganiseerd.
Nou, jullie kunnen erom lachen, maar hun dus echt niet, hè? Oh ja, de paarsjes brengen na de pauze een zelf ingestudeerd dansje. Dit in 42 seconden. U verveelt zich geen minuut. Ja, toen wist ik het niet meer, hè. Ik heb ook geen diploma's gedaan. Ja, ik heb nog een tijdje handel gedaan op school, maar dan moest ik me stoppen toen ik werd opgepakt. Maar ja, wat moet ik dan doen, hè? Karate leraar worden? Maar het onderwijs, dat is een speciaal beroep, het onderwijs. Zeker het middelbaar onderwijs. Zitten de mensen in het onderwijs of studeren de mensen voor het onderwijs? Ja, daar, een paar. Ik ben me van de prins geen kwaad, maar... Je hebt eigenlijk twee soorten mensen. Je hebt mensen die niet in het onderwijs zitten en vinden dat mensen in het onderwijs veel te veel vakantie hebben. En je hebt mensen die in het onderwijs zitten en zich diep van binnen schamen omdat ze weten dat ze veel te veel vakantie hebben. Een leraar die fulltime werkt, moet 21 uur in de week werken en die heeft 4 maanden vakantie. Ik zal het nog een keer herhalen, mochten de mensen zijn flauwgevallen van dit feit. Een leraar die fulltime werkt, moet 21 uur werken in de week en heeft 4 maanden vakantie. En pas op, hè, een uur in het onderwijs is geen uur, hè. Dat is maar 50 minuten. Dus eigenlijk werkt die maar 17,5 uur in de week. Dat doen ze in China op een dag. Ja, maar Joost, wij moeten thuis ook nog veel voorbereiden. En wij kunnen ook nooit buiten het seizoen op vakantie. Ja, maar jullie vakantie duurt al heel het seizoen. En wat moeten jullie thuis namelijk voorbereiden? Ja? Examens verbeteren? Ik heb nog nooit een examen terug gehad waarvan ik dacht, nou, dat is echt beter geworden. Nee, jullie strepen gewoon alleen maar dingen door. Ik wil zeker niet zeggen dat de leraren de luiste mensen ter wereld zijn. Echt niet. Gymleraren. Wat moet een gymleraar thuis nou nog voorbereiden? Zijn trainingspak strijken? Een gymleraar komt aan op zijn werk. In zijn trainingspak. We gaan lopen vandaag. Nee. We gaan niet lopen vandaag. Wij gaan lopen vandaag en jij gaat hem een stopwatch bijstaan. Wie gaat eigenlijk ook in onze trainingspak naar het werk? Een gymleraar met een burn-out. Als dat kan, dan kan alles. Je kunt alleen een burn-out krijgen als ze te lang in de zon liggen. Maar een gymleraar wist ook niet goed wat hij wilde. Moest ik het hele jaar lopen en op het eind van het jaar moest ik blijven zitten. Op zo'n oude avond, zei de gymleraar tegen het vader. Meneer Dame, uw zoon die kan het allemaal goed vertellen, maar hij doet niets. Zegt als vader, nou dan kan hij altijd nog het onderwijs in. Ah, pas op, hè. Ik heb heel veel geleerd op school. Heel veel dingen waar ik in het dagelijks leven nog wat aan heb. Zoals de cosinus. Ik weet regelmatig dat ik aan mijn vrouw vraag, schat, waar is mijn cosinus? Ja, ik vrees wel dat er nu een paar leraren kwaad gaan zijn. Maar wat willen ze nu nog doen? Mijn strafwerk geven? Wat ik wel heb geleerd op school, is dat als iets warm wordt, dat het uitzet. En als iets koud is, dat het krimpt. Het mooiste voorbeeld daarvan zijn de vakanties. De zomervakantie duurt 6 weken en de kerstvakantie maar 2. Enfin, om een kort geding lang te maken. Voor de meeste tests op school faalde ik grandioos. Toch heb ik ook bij 1 test gefaald, ondanks dat ik daar ruim voldoende had gescoord. Toen ik bij de alcoholcontrole van de weg werd gehaald. Beste vrienden, wees alsjeblieft voorzichtig met de rijden en alcohol. Dat gaat niet samen, dat weten we allemaal. Ik zou graag persoonlijk ervaring willen delen. Zoals jullie weten hebben sommigen van ons incidenteel problemen gehad met hoger hand naar een sociaal treffen. Zoals het zomaar omschrijven. En een paar dagen geleden ben ik nog gaan stappen. Ik
wat biertjes op. Toen heb ik iets gedaan wat ik eigenlijk nog nooit had gedaan. Ik heb een taxi naar huis genomen. Gelukkig man, onderweg kwam ik een controle tegen mij. Op een taxi wordt geen controle uitgevoerd. Dus ik kwam veilig thuis. Wat mij nogal verbaasde. Want ik had nog nooit een taxi bestuurd. En ik weet ook niet waar ik die vandaan heb. En ik weet ook niet wat ik er nou nog mee moet. Peter, kun jij nog een taxi gebruiken? Ja, zo heeft Brutus ook steeds meer moeite. Met de toenemende criminaliteit. Al is het alleen maar met het uitspreken ervan. Ja, de misdaad groeit Brutus boven het hoofd. Dat heeft mee te maken met vele drankgebruik. Je zou dan ook denken, Brutus, stop eens met drinken. Hebben jullie trouwens veranderingen in het protocol gezien? We hebben een nieuwe adjudant. Die doet uit de hoogte, dat is niet meer normaal. Ga staan jij. Waar is die? De langheid? Ja. Kijk je dan op en neer. He? Is het koud daarboven? Ja, en Uskan is gespecialiseerd in fraude en witwassen. Daar moet hij me vaak ook eens leren. Witwassen. Oh ja, mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder heeft gezegd dat ze zich pas zorgen gaat maken als ik geen grappen meer over ga maken op het podium. Wat ben je al daarvoor? Nou goed, ik ga er niet uit bij de grote finale grap. Maar zoals ze bij Randstad zeggen, voor alles is een oplossing. Hallo. Enige stand-up comedian die alles zittend presenteert.